Welkom hier bij de Landwinkel en Schenkerij De Kastanjeboom. Voor het zevende jaar organiseren wij weer geheel belangeloos voor het Diabetesfonds het Handwerkfestijn. U ziet mij nu zitten in de schenkerij. De toeristen en alle passanten en alle belanghebbenden zitten gezellig buiten op het terras. En achter mij ziet u inmiddels de landwinkel een klein beetje uitgebreid, waarbij we de zuivel en de kaas hebben uitgebreid met producten van collega's uit de omgeving. Ik zou zeggen, kom een keer bij ons langs. Wij zijn het hele jaar open, vrijdag, zaterdag en zondag. Voor de zevende keer ben ik blij om weer hier te staan om het Handwerkfestijn te openen. Het wordt groter en groter. Ik begin altijd met onze hoofdsponsor en dat zijn John en Marijke van Middelaar. John is aan het werk, want het moeten boeren nou eenmaal, dus die is hier even niet. En Marijke beheert samen met heel veel medewerkers de schenkerij. Ga daar vooral even lekker wat gebruiken. En het wordt vandaag heerlijk weer, dus het terras is ook open. Hallo, mijn naam is Binja. Ik werk bij het Diabetesfonds en ik ben verantwoordelijk voor alle acties en evenementen. Naast mij zit mijn collega Elke. Goeiedag, ik ben Elke Berkhof. Ik ben communicatieadviseur bij het Diabetesfonds. Onder andere voor mensen die in actie komen voor ons om fondsen te werven voor onderzoek naar de genezing van diabetes. Vandaag mogen we op het Handwerkfestijn zijn. Dit wordt al voor de zevende keer georganiseerd en heeft ieder jaar een prachtige opbrengst. Alle opbrengsten van het Handwerkfestijn gaan naar Diabetesfonds, Bestemmingsfonds Genezing Diabetes Type 1. Voor ons is dit echt fantastisch, want dit wordt helemaal georganiseerd door vrijwilligers. Het is een hele leuke dag voor mensen. Ze kunnen 3 dagen lang achter elkaar alles op het gebied van handwerken kopen en alle opbrengsten gaan naar het Diabetesfonds. Een hele leuke combinatie dus. Een leuke dag uit, handwerkmaterialen die een tweede kans krijgen en het goede doel steunen. Dames en heren, er komen steeds meer heren bij, dat vind ik heel erg leuk, lopen vandaag hier rond om dit mogelijk te maken. En morgen en overmorgen, maar ook de afgelopen week, hebben heel veel mensen geholpen met inpakken, uitpakken, prijzen, sorteren, mooie dingen maken. En soms komt er zo'n medewerker die komt hier eerst kopen en zegt, mag ik ook mee helpen? Ja, we zeggen, dat is goed. En die blijven dan zomaar een hele week. En dat is Leni. Eentje ervan. Leni staat symbool voor al die vrijwillige medewerkers. Ze zijn herkenbaar aan de corsage die ik nog niet op heb. En dus aan hun kunt u ook alles vragen. Ik ben Twink Hoeksema en ik ben vandaag hier op de Kastanjeboom om vrijwilliger te zijn voor het Diabetesfonds, voor het Handwerkfestijn, dat al hele vele jaren hier georganiseerd wordt en waarvan ik vanaf het begin als vrijwilliger heb meegedraaid. En het doel is natuurlijk om het diabetesonderzoek te stimuleren en alle opbrengsten van de handwerken die we de hele jaar verzameld hebben en die vooral door Marja Leitens, dus organisator van het festijn, verzameld worden, worden hier vandaag verkocht en is voor iedereen te koop. Dus iedereen die uit de buurt komt en uit het hele land, want ook in allerlei handwerkbladen heeft het gestaan. Het goede doel is het Diabetesfonds, maar dan vooral het wetenschappelijk onderzoek voor type 1 diabetes. MUZIEK